Ja, Op het Stelkamsveld heb je droge heide en dat is heide met struikheide. Maar het Stelkamsveld heeft ook natte heide en dat is meestal heide met dopheide. En op dit plekje waar ik nu zit groeiden door elkaar. Die hele kleine vriemeltjes hier, dat is allemaal struikheide. En hier die prachtig roze bloeiende belletjes, dat is dopheide. En die struikheide, dat weten we allemaal, die bloeit pas aan het einde van de zomer. En deze struikheide die wordt een beetje... Ja, die wordt gepakt namelijk door dit hele ilige plantje. Het is een warkruid, zo heet die familie. En je zou een klein warkruid kunnen noemen, maar hij heeft een veel mooiere naam. Het is namelijk duivelsnaaigaren. Nou, het is ook wel een beetje een garenachtig plantje. En mensen vonden het blijkbaar vroeger zo raar dat ze hem zelfs duivelsnaigaren hebben genoemd. En het is dus een parasiet, zonder bladgroen. En hij haalt al zijn voedingsstoffen haalt hij uit die struik waar hij op groeit. Het is een plantje wat zeldzaam is geworden. Al is het maar bijvoorbeeld hier in de buurt omdat op heel veel plekken de heide in het verleden verdwenen is, maar hier groeit hij nog. Een bijzonderheid op de hei van Stelkamsveld.